we zijn in ieder geval weer met z'n allen. Nadine is er weer bij, Marjolein is er weer bij. Het probleem is alleen dat Nick Picard vanochtend mij belde. Die had normaal een rustuitslag van 39, zit nu op 79. Hij was aardig in paniek, was gewoon ziek, kon eigenlijk niks opbrengen. Die gaat kijken of hij morgen weer aan kan sluiten. Vandaag rustige training, vanavond bespreking. Morgen wel twee trainingen, maar langzaam weer opbouwen. Ik denk dat we moeten er even weer in komen. We hebben nu het sociale gesprek weer gehad. Het zal natuurlijk nog wel even duren, maar we gaan weer starten. Aandachtspunt, het zit hem allemaal in de details. Op het moment dat ik geschoten heb, zijn mijn eerste 3 meter gaan. Als ik nu rondkijk, meer dan de helft is schieten, dan juist die eerste stappen rustig en daarna gaan ze versnellen. Nee, het is vanuit stilstand 3 meter aanzetten en de tweede stukje, dat geloof ik wel. Alles doen op maximaal. Gaat-ie. Vooruit. Erdoorheen. Erdoorheen. Vooruit. Juist hem! Wij snappen heel goed dat het nog geen automatisme is, maar toch zitten we weer de meeste mensen daar naartoe bewegen. Dus als ik 3 keer schiet, is het zeg maar een lijntje hier, een lijntje daar en een lijntje hier. Het rondjes lopen, zijn we mee klaar. Als het goed is, als ik nog iemand heb die aan het schieten is, dan kruis ik voor hem of haar langs, een paar keer. Ja, naar voren lopen en veel indraaien. Even drinken. Je komt maandagochtend binnen, ga denk ik, dat is onze ervaring wel. Als dat januari tot en met Ahoy is, Friso, hoe zou je dan Ahoy tot en met zomervakantie beschrijven? Ja, ik kan het beschrijven zoals ik het vond. Ik vond het zwaar. Maar dat had ik te maken gewoon met omdat het een lang seizoen werd. Heb je zoiets van, lang seizoen, het mag van mij wel klaar zijn of ik kan fysiek niet meer? Een beetje bij. Ik had op een gegeven moment echt de fysiek dat ik allemaal pijntjes kreeg en irritaties overal. Mm-hmm. En dat ik had gewoon een beetje het idee dat het citroentje zeg maar echt was uitgeknepen. Ook omdat. Zo'n heel klein citroentje. Maar dat is ook ik denk gewoon zo persoonlijk, want ik heb zelf echt iets van. We kwamen uit die zaal en toen hadden we het veld, dus stonden we toen leuk voor. En ik had ze echt zien, ik wilde de veldfinale winnen. Dus daar ging, dat maakte ik eigenlijk heel erg belangrijk, maar dat heb ik wel aan het einde moeten betalen. In de zin van, ik kon gewoon niet meer. Maar ik had het idee dat anderen daar al beter mee om zijn gegaan, zodat ze nog wat langer konden. Ik ga alleen maar over augustus praten nog. En waarom? Kunnen we al daarna nog hebben, maar in feite gaat het hier over. Dit is je weekschema. Waarbij we maandag standaard eigenlijk invullen. Dus voor de mensen die pijntjes hebben, andere afwegingen moeten maken van wanneer wel en wanneer niet. De eerste training is het belangrijkste. Het tweede gedeelte is eigenlijk wat we altijd doen, krachthonk. Op het moment dat we het krachthonk niet hebben of willen gebruiken, of we misschien de zaal al hebben, dan gaan we er al eerder in. En het tweede is eigenlijk, zit er wat meer in de
korfbal weerstandsvormen, positie behouden. Maar dat kan ook zijn vrijspelvormen, kunnen ook zijn schieten onder weerstand, et cetera, et cetera. Dus korfbalacties onder weerstand. Dinsdagochtend is daardoor dus een rustigere training. Zal de nadruk wat meer liggen op tactiek. Noem het tactisch training, vaktraining, afspraken. Woensdag is altijd een inschatting en zal waarschijnlijk ook variabel worden ingevuld. Jij iets meer, jij iets minder. Gericht op goede trainingen, de dag goed doorkomen, maar wel met de nadruk op dat jij donderdagavond bij je club vol gas kan trainen. Ons advies, vrijdag niks doen. Weinig doen. Zaterdag wedstrijd spelen, zondag herstel. De hersteltijd van een wedstrijd is gewoon dat je de dag daarna even niks moet doen. Of je gaat even relaxed andere dingen doen. De dag daarna kun je prima weer gaan. Bij het voetbal is het 2 dagen, bij het korfbal is het 1 dag. We kunnen daarin wel zeggen, ja, je moet gaan. Dan is het 3 weken later, zeg je, Achillespees, nu ben ik er echt klaar mee. Marjolein, Roos, welkom. Jullie zijn vriendinnen van elkaar. Betekent dat dan ook, Marjolein, dat je echt gewoon alles van Roos en Marie weet? Ja, ik denk wel dat ik heel veel van Roos weet. Ik wil niet zeggen dat ik alles weet, maar wel grotendeels, ja. Kan Marjolein met kritiek omgaan, persoonlijke kritiek? Ik zie een blik. Ja, ze heeft er momenten. Soms kan ze er wel mee omgaan, maar soms als het te veel wordt of het loopt al niet helemaal lekker of iets, dan heeft ze daar wel moeite mee, ja. Ja, herken je je daarin? Ja. En wat doet ze dan? Ja, dan doet ze eigenlijk een beetje een afkeer of heel ongeïnteresseerd van dat ze even met rust gelaten wil worden. Maar soms, dat is wel grappig, want soms heeft een coach dat niet door. En dan blijft hij doorgaan met kritiek of aanwijzingen geven. En dan zie ik haar blikken en dan moet ik eigenlijk al heel erg hard lachen. Ja. En kan Rosemarie, Marjolein, met kritiek omgaan? Ook met kritiek die heel persoonlijk is voor haar bij het korfbal? Ja, ik denk dat Roos dat wel... ligt wel een beetje aan in wat voor situatie het gezegd wordt. Ik denk dat als je echt iets bij Roos wil verbeteren, dat je het beter 1-op-1 kan zeggen. En dan staat ze er meer voor open dan dat het in een groep gegooid wordt. Maar ze staat er wel altijd voor open. Ze wil meestal altijd wel leren. Graag beter worden. Hey, we hebben een week of 10 hebben we met z'n allen hier lopen spelen. Ja. Mensen met eigen oefeningetjes, zelf bedacht van dit vind ik fijn, dat vind ik fijn, dit vind ik belangrijk. Alles gerelateerd aan beter worden als korfballer. Daarna hebben we die transfer gemaakt de zaal in, om dus de vormen die we hier hebben gedaan te vertalen naar de korfbalvorm in de zaal. Dat gaan we nu dus ook doorzetten. Ik wil nu wel het teken erin geven dat we hebben een uur. Als je de vormen doet, dat je ze serieus doet. Nu ga je ook een prikkel geven en met name een prikkel geven van het bovenlichaam. Allemaal ook in de positie waar je voor staat, in verdediging of in assist. Als jij denkt van, ik weet eigenlijk niet wat ik moet doen. Ik ga me wat doen, fout. Dan kom je naar me toe en dan ga je vragen van, joh, mag ik dit doen, mag ik dat doen? Ik wil dit, ik wil dat. En dan bespreken we het samen. Yes, even volle bak. Gaat-ie, kom maar. Netjes, pak maar in die houding. 8, netjes, hou hem recht. 9. Juist. Kant van je rug wegdraaien. Ja. Je moet met 2 handen zien. Ja. Ja, netjes. Prima. Je ziet dat er verschillende type spelers. Je hebt spelers die dwarrelend rondgaan. Nou, daar heb je Danny in vorm van. Je hebt Erwin daar in vorm van. Nick Picard is er ook eentje. In de wedstrijd. En je hebt wat meer krachtige spelers eigenlijk. Tim Bakker. De mix zit er een beetje tussenin, zeg maar. Maar die gewoon wat stevig zijn, ook een hele andere bouw hebben. Je ziet dat eigenlijk de tweetallen zich al heel snel gaan vormen. De oefeningen waar je Mick en Tim zich nu op richten, is met name om sterk te worden. Ja? Duels uit kunnen vechten. Danny, dat is niet iemand die het van de keiharde duels moet hebben. Nee, die moet juist hebben van het dwars door het veld heen gaan. Het snel weg kunnen zijn. Dus hij hoeft niet enorme massa te hebben. Die moet juist controle hebben over al zijn oefeningen. Moeten Mick en Tim ook. Dus er zit wel een stukje overlap in. Alleen zij kunnen veel meer met gewichten hebben. Voor de rest zie je veel vormpjes terugkomen die wel de week hiervoor hebben gedaan.
Dat is bij die gasten ook nu, die zijn prima bezig. Dit is puur een stukje core training. Eigenlijk is je core een middenstuk van je lichaam. Alle controle komt vanuit je core. En op het moment dat jij gaat schieten en je romp is niet onder controle, ja, dan is schot nemen is ook lastig. Dus je hebt daar gewoon heel veel vormen van. Ja, dit is een van die vormen om te zorgen dat ze hun romp goed recht houden, terwijl ze ondertussen met hun arm en benen bezig zijn. Netjes. Hier kan jij ook mooi kijken of zij gewoon goed staat. Knie boven de enkel, een beetje een holle rug. Zo moet ze blijven staan. En nu krijgt ze het zwaar. Je mag hem maar 2 of 3 keer echt die zware vorm hebben. En dan moet je hem ook stoppen. Stop hem maar. Of meer. Maar meer. En wat bijvoorbeeld ook heel mooi is, is bijvoorbeeld Sophie en Roos. Qua sturing in de schouder, zeg maar. Dus het een goede houding houden van de schouderbladen. Daar hebben ze allebei wat moeite mee. Dus daar kunnen ze elkaar prima op corrigeren. Dus ze weten allebei waar ze op moeten letten en ze kunnen elkaar begeleiden erin. Je kan makkelijk ook samen trainen op het moment dat je verschillende type spelers bent. Net hebben Barbara en Jess, die deden dezelfde oefening. Alleen de focus lag er bij allebei ergens anders op. Op het moment dat jij naar achter stapt voor een schotbeweging, kan jij die oefening doen om je stabiliteit van je enkel te trainen. Of je kan zeggen nee, ik wil juist dat ik wat meer kracht krijg om een wat grotere stap naar achter te kunnen maken. Precies dezelfde oefening, alleen de focus ligt net ergens anders op. En dat hebben ze net mooi gedaan. Hij is perfect, toch? Ja, maar hoor. Leuk lachen. Helemaal niet. Ik zou iets meer rechtop gaan zitten. En nog een, want je had je ogen dicht, die eerste. Wat zei je nou weer, hè? Met oren. Ja, met de oren, ja. Ja, dat waren de vorige keer afgesneden, hè? Ja, dat zag ik, ja. Ja. Ongelooflijk. Ik wil jullie maar helpen. Speciaal voor jou, Albert. Ja, tanden. Ja, dat is dan moet je ook kitaar. Ja, en Lara, die moet een ander. Malta, Lara, doe je nou? Lara. Marco, breng haar, kom op. Ik heb last van mijn nek. Een leuke, die ganse nek. Ja, ik heb het niet. Ik heb een lijn. Kijk even, Mick is leidend. Mick is leidend. Maya moet daar. Ja, ik wil ook weg hier. Zo leuk. Tim even eruit. Liam even eruit. Marjolein op tussen. Dat is ook goed. Tim, kom maar terug. Mick, we kunnen ook met Tim doen. Oké, nou deze heb ik wel. Ja? Hey! Marco, bedankt hè. Even kijken. Ik had de vraag net aan jou gesteld, Richard, of jij een vraag had voor Danny om mee te beginnen. Kun jij die aan Danny stellen? Wij zijn hele goede vrienden van kleins af aan eigenlijk al. Ik heb wel eens foto's gekeken bij mij thuis dat we een jaartje of 6, 7 op de bank zaten met z'n tweeën. Eigenlijk had je ooit kunnen denken dat we samen met het Nederlands team zouden zitten? Ja, nee, dat had ik nooit niet verwacht, nee. Sowieso niet. Het begon inderdaad al vroeg onze vriendschap, HKC, 6, 7 jaar of zo. Zou goed kunnen. Toen was het echt voor de lol een beetje een balletje spelen. En ja, we dachten er nooit over na dat het zo serieus zou worden eigenlijk. Ja, we speelden altijd alleen maar samen, weet ik nog wel. Van standaard of bij jou zaterdag of bij mij. S'avonds eten. Beetje Studio Sport kijken, een beetje kattenkwaad uithalen. Ja, precies. Kattenkwaad sowieso, ja. Heel veel kattenkwaad. Een belletje lellen of zo, dat soort dingen. Nou. Ook wel eens met een touwtje aan een boompje vastgemaakt en dan belletje lellen, trok hij zijn eigen boompje uit zijn voortuin. Je kent elkaar al heel lang. Wat voor mens is Danny, Richard? Wat voor mens? Aan de ene kant heel rustig. Zeg, wil natuurlijk al een beetje op de achtergrond dat hij zich voordoet. Maar aan de andere kant is hij ook wel heel druk en... Dat hij ook wel van gewoon gezelligheid houdt. En, ik vind het ook wel een doorzetter aan de ene kant. Hoewel andere mensen misschien zouden zeggen van... Hij is een beetje een laks persoon.
meestal als hij ook ergens iets, echt iets wil, dan gaat hij er ook echt voor. En dan zorgt hij er ook echt wel voor dat je het lukt. Ik denk niet echt dat het een zwak punt is, maar hij wel echt dat hij... hij wil ook altijd winnen, weet je. Dus dat, dan heeft hij alles voor over bij spreken. Al zie ik dan soms die gasten trainen onderling en denk van ja... Ik vind zeker de mannen zoals Mick, Richard en Laurens hebben dat onderling echt dat ze echt de beste willen zijn, zeg maar. Dat hebben hun heel erg. Dat bijna ruzie wordt op de training, weet je wel. Omdat dan degene die eigenlijk het beste wil zijn op die manier. Denkt soms wel eens van nou, jongens, laat lekker, weet je. Jullie zijn alle drie goed. Dat denk ik dan soms wel eens. Wil je altijd echt de beste zijn, ook in die namen die Danny net noemde? Nee. Nee, ik hoef eigenlijk niet echt altijd de beste te zijn. Dan zou ik er nog veel meer voor kunnen doen. Ook in het korfbal zelf, dan zou ik veel meer trainingsuren nog kunnen maken. Zou ik er nog meer voor op kunnen geven zelfs. Nog meer? Ja, nog meer. Dan zou je eventueel nog, dan denk ik dat je echt de beste wil zijn. En daar probeer ik een goede afweging in te maken. En ik zou dan bijvoorbeeld wel kunnen zeggen, ik zou meer voor korfbal kunnen gaan. Dan laat ik andere dingen wat meer los, maar daar kies ik nu niet voor. En als je dat wel zou doen, dan zou je bijvoorbeeld nog een hoger korfbalniveau kunnen halen, denk ik. Vind je dat het overheersend is in de groep, die concurrentiestrijd tussen nou, ook de heren, maar ook vooral de dames? Nee, het is niet overheersend, denk ik. Het is gewoon wel, de concurrentiestrijd is altijd gezond. Ik denk dat het altijd goed is als je als coach kan kiezen tussen meerdere dames en heren. Het is niet zo van dat de sfeer in de groep daaronder leidt, denk ik. Ja, nou goed. Ik denk op een gegeven moment, als het natuurlijk, het moet er op een gegeven moment toch wel iemand af. Dus dan wordt de sfeer op een gegeven moment daar toch niet beter door. Want ja, iedereen wil er natuurlijk bij zitten. Er moeten op dit moment nog twee dames afvallen. Marjolein, stel voor, Rosemarie valt af. Is dat voor jou dan ook echt een grote domper? Ja. Sinds ik eigenlijk bij het Nederlands team zit ik met Roos. En ik zou het echt heel jammer vinden als ze niet mee kan. Gewoon voor het team, maar ook gewoon als ik puur naar mezelf kijk. Ja. Het is gewoon een vriendin en je wil gewoon liefst natuurlijk altijd naar de grote toernooien met elkaar. En ze is mijn roomie altijd. Dus dat zou ik ook heel vervelend vinden als dat niet meer kan. Dus ik zou dat wel heel jammer vinden, ja. Rosemarie, jij mee of Marjolein mee? Wat kies je? Allebei. Politiek correct antwoord is dat. Ja, sowieso allebei, ja. Of allebei wel of allebei niet? Nou, ik denk uiteindelijk kies je wel voor jezelf, want je wil gewoon zelf daar uiteindelijk staan. Je doet het uiteindelijk echt voor jezelf. Maar gelukkig hoeven wij die keuze niet te maken, denk ik. Dat is maar goed ook, want daar zouden we denk ik niet uitkomen. Ik denk dat we ons moeten voorbereiden op, en dat kan ik eigenlijk niet genoeg benadrukken, op helse omstandigheden. Die Belgen moeten nu winnen. Deze generatie Belgen die al jarenlang alles hebben geïnvesteerd, moet het nu winnen. Zij ervaren nu eindelijk wat het is om Nederlander te zijn. Wij moeten altijd winnen. Wij zullen daar aan omstandigheden worden blootgesteld die alleen maar uitdagend zijn. Een volle bak waarbij iedereen tegen ons is, maar dan vanaf moment 1. En de hele aanloop daar naartoe, fantastisch. Ik zie dat alleen maar als een enorme uitdaging. Maar we moeten er elke dag vanaf nu af aan voor zorgen dat er werkelijk geen enkele steen niet recht bovenop de ander zit. En alle onzekerheid en alle onduidelijkheid weg. Dit is wat we willen, zo gaan we het doen. En stapje voor stapje gaan we komen waar we wezen willen. Ze zeggen wel eens, onder druk presteer je niet beter, nee, je valt terug naar het niveau van je training. Dus elk schotspelletje winnen, elke paas goed geven. Natuurlijk gaat die niet altijd goed, maar dan is daar weer die volgende en die volgende. De basis ligt bij, leg je die grens elke keer, je norm leg je die hier. Of hou je genoegen, neem je daar genoegen mee met, nou, ik ben straks wel goed. Nee, je bent vanaf het moment dat je de deur uitloopt, ben je goed. En wil je alles wat je doet goed doen. En in september is het ook allemaal goed. En in oktober... Eind oktober zijn we er klaar voor. En 8 november zijn we geweldig. Ja? Klaar.